Hi, ik ben Jacqueline, 42 jaar oud, 20 jaar getrouwd. Van beroep heb ik in de mannenwereld gewerkt en daarom heb ik thuis de broek aan. Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Ik ben zelf een nakommertje. Mijn vader is een beroepsmilitair, een oude commando. Mijn broer is sergeant-majoor, dus discipline hebben we genoeg thuis meegekregen. Ik ben zelf naar de rand in de bouw gaan werken. Dat vond ik hartstikke leuk in de mannenwereld. Alleen door mijn rugproblemen, door een operatie, heb ik het werk niet meer kunnen doen. Maar ik sta nog wel mijn mannetje. Zal die man in Utopia wel eens laten zien wat een hamer in de muurspijker is? Ton, doe jij daar de planten water geven, want ze zien er niet uit. Hier thuis is de emancipatie wel doorgeslagen. Ja, en mijn vrouw heeft wel op zijn tijd de broek aan. Ja. Ik ben een hele dominante vrouw, maar dat weet ik zelf heel goed. Ik laat niet over me heen lopen. Nee is nee, ja is ja. Er zit geen tussenweg in. Ik ben niet van het groen, maar ik ben echt van zwart-wit. Ik hou heel erg van feestjes, maar werken vind ik wel belangrijk. Ik vind het belangrijk om inkomsten binnen te krijgen. En als alles goed gaat, op het eind van de avond, dan pakken we er zelf wel een paar. Ik denk dat ze binnenkomt best goed met Vanessa op kan schieten. Zowel, zeker in de horeca. En zeker als Brabanders onder elkaar. En we hebben zeker dat liedje als Brabanders. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen wat langzaam op gang. Jammer dan. Jammer dan. Brabantse nachten zijn lang. Een ferme uitsmijter noemen wij daar hier in Brabant. Ik wil daar in Utopia een beetje het Brabants gevoel meegeven. En zeker met wat eten betreft. Overheerlijk. Ik zou graag in Utopia een mooi eetcafé neer willen zetten met live muziek. Brabants eten, boerenbordje, lekkere zult met spek. Dat mag er ook wel zijn in Utopia. Dus ook een lieve vrouw en een pittige vrouw zorgt voor het eten. Het lukt nog niet zo goed om in de buitenwereld aan de slag te komen omdat ik met mijn rug zit. En dankzij Utopia, tenminste hoop ik, een nieuw dorp, nieuwe regels, nieuwe wetten, dat ik wel daar een kans krijg om te laten zien wat ik wel kan. Wil je iemand met een echte leiderschap, ondanks mijn beperkingen, veel kan betekenen voor Utopia? Ga dan naar sbs6.nl/utopia en stem op mij.